Dag lieve vriendjes en vriendinnetjes. Er kijken steeds meer vrouwen. Hoe leuk is dat jullie zijn? Welkom dames. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we even kijken. Zo'n verrassing iedere keer. Ach kijk, we gaan snacken. Lekker man, kroketjes. Ja, vind ik lekker. Dit zijn niet zomaar kroketten, dit zijn drie verschillende soorten kroketten. Eén overeenkomst is dat ze allemaal in de airfryer moeten. Ja, ik heb geen frituur in huis en jullie begrijpen heus wel waarom. Als ik een frituur in huis zou hebben, dan was de kans groot dat ik dacht, laat ik een keer eens in het frietkotje gooien. Waarom zou ik niet een keer even wat lekker in het hete vet pleuren? En dan wordt oom Jan nog dikker dan hij al is, dus dat doen we niet. Ik heb wel een airfryer gekocht en wat een kudding is dat zeg. Eerst moet je dat lel anderhalf uur opwarmen. Dat zoemt als de pest. Het lijkt net of er een vliegtuig opstijgt. Is hij warm genoeg? Pleur je er iets in? Nou, vijf minuten later kijk je hoe het er mee gaat. Is het ontploft? Altijd is het ontploft. Altijd loopt de derde uit de kroketten. Dus ik ben er niet heel erg blij en tevreden mee. Maar dat gezegd hebbende, ik kan het op geen andere manier opwarmen hier. Dus, airfryer kroketten van de Appie de Gappie. De van Mona. In het hogere segment de Van Dobben kroket. Ik ga ze even opwarmen, dus tot over anderhalve week. En dan gaan we even kijken wat het lekkerste kroketje is. Ja, leuk! Ja, nou heb ik er wel weer zin in. Alleen het opwarmen, joh, verschrikkelijk. Nou ja, het moet maar, dat zo. Nou, ze zijn gebakken in de airfryer. Het hele huis stinkt, duurde verschrikkelijk lang. En er is precies gebeurd wat ik zei. Bij de Albert Heijn kroket uit elkaar gespat. Ik ben chagrijnig. Gelijk punten aftrekken. Enfin. We hebben hier dus de Van Dobben kroket, de Morren kroket en de Albert Heijn uit elkaar spuit kroket. Overigens gebruik ik één mosterd in mijn leven. Dat is Amoren mosterd. Voor de rest vind ik niks te nakkelen. En kroketten die eet je met mosterd, mijn inziens. En mensen die kroketten eten bijvoorbeeld met mayonaise, zouden eigenlijk de gevangenis in moeten. We beginnen dus met de goedkoopste. De Albert Heijn over kroket, wat ook in de airfryer kan, ontploft. Hier, dus die is van binnen dus helemaal leeg. En de vulling, die zit dus gewoon op het bordje gekwakt. En is hard geworden. Daar kan ik wel van huilen. Maar goed, de show must go on. Ja. Buitenkantje goed krokant. Binnenkantje redelijk smakeloos. En dit zijn alle drie rundvleeskroketten. En wat ontbreekt nou volledig in de vulling van deze rundvleeskroket? Rundvlees. Ik zweer het je. Er zit bijna geen vlees in. Dus de Albert Heijn kroket is niet alleen ontploft. Er zit ook bijna geen vlees in. Ja, daar doen we het niet voor. Volgende. Vanmorgen. Niet ontploft. Bonuspunten. Snijden we open. Ja, is wat meer. Ragu is meer grijs. Bij de Albert Heijn was hij meer bruin. Maar dat kan er ook mee te maken hebben dat die van de Albert Heijn buiten de kroket was gekomen. Grote verschil. Met die van de Albert Heijn is dat deze rundvleeskroket vol zit met rundvlees. Dat is al een reden om deze te kopen en niet die van Appie. Buitenkantjes knapperig. Ja, goed. Het is smaakvoller dan die van Appie. Volgens mij gewoon omdat die meer zout in zit. En echt gevuld met rundvlees. Stukje lekkerder. Af en dan gaan we naar de duurste. En dat is dus de Van Dobben kroket. Die lijkt een beetje op mij. Klein en dik. Zul me insnijden en dan kijk. Hier is de vulling geel. Bruin, grijs, geel. Nou, waarom is die geel? Dat mag Jezus weten. Want ik zie niet in dat de rundvlees geel zou moeten zijn. Maar, ik snap het nu. De vulling van de Van Dobben kroket is een en al ragout. Eén dikke klont boter en bloem. En in die klont boter en bloem
zit af en toe een verdwaald stukje rundvlees. Is die lekkerder dan die van Abby de Heijn? Ja. Waarom? Omdat die boter en bloem lekker smaken. Maar het heeft natuurlijk uiteindelijk helemaal niks met de rundvleeskroketje te maken. Hè? Omdat voorbij Van Dobben dus het rundvlees nog bijna beter kunnen verstoppen dan in die goedkope kringen van Albert Heijn. Ongelooflijk. Hier wordt er nieuws gemaakt, mensen. Namelijk het middensegment van Mora is beter dan het hoogsegment Van Dobben. Van Dobben is gewoon eigenlijk gewoon een hele vegetarische kroket gevuld met dikke ragout, boter en bloem. Meer niet. Oh ja, en een kruimeltje rundvlees. Tijd voor de cijfertjes. Nou, jullie raden het al. Ik vond deze verschrikkelijk, maar die was natuurlijk ook ontploft. Ik vond deze gewoon een goed. Ik vond deze voor de prijs belachelijk. Dus, de Albert Heijn ontplofte rundvleeskroket. Met heel weinig rundvlees krijgt van mij een 5. Ik had gewoon een 6 kunnen krijgen op het moment dat het ding niet ontploft was. Maar ja, ik heb er gewoon een hekel aan. De 6 gaat naar de Van Dobben kroket. Het is een smaakvol kroketje, goed buitenkantje, leuk vormpje, niks mis mee. Behalve dat er een goed nauwelijks rundvlees bevat. En dan moet je het geen rundvleeskroket noemen, maar een ragoutroket, kroket, of zo. Ik wil in ieder geval stop gewoon rundvlees in een rundvleeskroket. Dit is gewoon om te huilen. De winnaar, ongelooflijk maar waar, met een 7, kijk, daar bulkt gewoon de rundvlees uit, is de Mora Airfryer Oven kroket. Die is nog goed van smaak. Er zit heel veel vlees in. En zo'n kom hola. Die heb ik een 7. Zijn airfryer kroketten net zo lekker als die uit de frituur? Nee. En kroketten uit de frituur komen bij de frietboel vandaan. En daardoor ruft mijn huis minder. Dus ik zou zeggen, doe het gewoon helemaal niet. Ga gewoon lekker naar de patatboer. Bedankt voor het kijken. Ha, toch weer drie kroketjes kunnen eten.